hallo allemaal. De feestdagen komen er weer aan. En dat betekent voor de meeste mensen cadeautjes. En ja, voor vrouwen vind ik het altijd wel redelijk te doen om een leuk cadeau te vinden. Maar voor mannen vind ik heel lastig. En wat ik nou had, ik kreeg een mailtje van de webshop trendin.nl. En dat is een superleuke webshop waarop je ja, allerlei dingen voor mannen kan vinden. En je kan er echt hele leuke cadeautjes vinden. Wat ik nou heb gedaan, ik heb tegen mijn vader gezegd, oké, dit is je tegoed. Zoek maar wat leuks uit. En eigenlijk heeft hij echt heel leuke dingen uitgezocht. En het zijn ook gewoon allemaal heel leuke ideeën gewoon om bijvoorbeeld aan jouw vader of aan je vriend of aan je broer of wie dan ook te geven. Gewoon, het zijn gewoon allemaal echt hele leuke cadeaus. Dus die ga ik vandaag aan je laten zien, zodat je een beetje ja, inspiratie hebt wat betreft cadeautjes voor mannen. Alle items zijn dus te koop op trendin.nl. En ja, ik zal de link er natuurlijk even bij zetten. Als eerste heeft hij deze sjaal uitgekozen. Dit is echt een super mooie, zachte sjaal. Echt eentje van goede kwaliteit die je ook ja, voor netjes zeg maar aan kan. En ja, ik vind hem in elk geval heel erg leuk en hij is heel zacht en ja, dit is echt een mooi cadeau. Ik zal de prijzen trouwens ook even in de beschrijving zetten of op mijn blog. Ik zal het allebei neerzetten, zodat je dat meteen kan zien, dan hoef ik het niet elke keer te zeggen. Het volgende item is een mooie leren riem. Deze is van het merk Boswick. En het is echt, ja, je ziet eraan dat het echt een mooie kwaliteit is. En dat het, nou ja, het is een leren riem. En ja, ik vind hem heel mooi. En ja, dit is ook echt iets wat ik wel cadeau zou geven. Het is natuurlijk wel handig om dan te weten wat voor kleur riem degene aan wie je het cadeau wil geven graag zou willen hebben. Maar ja, aangezien mijn vader zelf kon uitkiezen, koos hij voor een, ja, een beetje donkergrijze, antracietachtige kleur. En die vind ik wel heel erg mooi. Ik denk dat elke man wel zo'n riem kan gebruiken. En dan heb ik deze tas nog. Dit is een van het merk Knee Pack. Maar in elk geval, je kan ze allemaal op die site vinden, dus dat is handig. Dan kan je het allemaal terugzoeken. En dit is een mooie rugtas. Een beetje bruinachtig zacht stofje zit hier. En dat zit ook hier. En hier. En bij dat ding hierboven. En verder is hij simpel, zwart. Wel heel erg mooi. Ik vind hem zelf ook heel leuk. Misschien pik ik hem ook nog wel eens in. Maar ja, dat is dus ook echt een heel leuk cadeau. En misschien nogal voor de hand liggend, maar ja, een stropdas. Ik heb deze. Dit is gewoon een standaard stropdas die je gewoon ja, elke dag kan dragen. Maar ik heb nog een stropdas. Wacht, ik zal hem even uit het plastic halen. Kijk. Hoe cool. Het is een stropdas met kerstbomen. Hoe leuk is het om dit cadeau te geven? Dit is echt sowieso mijn favoriet uit deze bestelling. Ja. Dus bordeaux rood. Met kerstboompjes erop. Zo schattig. Dus deze. En dan alweer als laatste. Een portemonnee. Een portemonnee is altijd goed. Je moet natuurlijk wel even een beetje peilen. Wat voor soort portemonnee diegene zoekt en zo. Maar ja. Deze portemonnee is heel erg fijn. Deze is ook niet zo dik. Tegenwoordig heb je toch niet zoveel muntjes meer nodig. Je kan natuurlijk gewoon bijna overal pinnen. En ja, dan is je portemonnee niet zo dik. Superleuk. En ja, dit is dus ook een leren portemonnee. Maar ja, portemonnee is ook een goede tip. Dus dat was alweer alles. Als je zelf ook nog leuke ideeën hebt voor cadeautjes om te geven aan mannen, laat zeker weten bij de reacties. Want volgens mij is iedereen, elke vrouw is altijd wel op zoek naar, wat kan ik nou geven aan een man? Dus als jij nog tips hebt, laat het zeker weten bij de reacties. Als je deze video leuk vond, doe dan een duimpje omhoog. En als je vaker video's van mij wil zien, kun je abonneren op mijn YouTube kanaal. Hopelijk tot de volgende video dan. Bedankt voor het kijken. Doei!